Het probleem van veiligheid met betrekking tot illegale visserij op de Surinaamse wateren geeft reden tot zorgen. Begin deze week bracht minister Pralat Seudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij een bezoek aan de vissers van Nieuw-Amsterdam, waarbij naast de overtolligheid aan vis ook de issue rond illegale visserij werd besproken. Seudien zei woensdag voor de vergadering van de Raad van Ministers dat Suriname het risico loopt om geblacklist te worden voor illegale visserijpraktijken. Langer dan 10 jaar geleden hebben we met elkaar afgesproken dat wij alle landen bij elkaar over de hele wereld, dat wij de illegale visserij zullen tegengaan. We hebben lokaal hier wat maatregelen getroffen die we hebben verwerkt in ons visserijmanagementplan, in onze vergunningsvoorwaarden. Maar als de illegaliteit toch nog plaatsvindt buiten en vooral dat onze boten via Guyana, ik noem dit expliciet erbij, doorvaren naar de Franse wateren, en daar illegaal aan het vissen zijn, en de Fransen pakken ze op, dan worden wij gerapporteerd in Brussel dat boten zijn opgepakt met de Surinaamse vergunning, Surinaamse registratie, Surinaamse ownership. De minister zegt in de planning te hebben om samen met de Franse ambassadeur in Suriname naar Frans-Guyana te gaan om met de autoriteiten van gedachten te wisselen hoe samen op te trekken tegen de illegale visserij. Surinaamse boten beschikken namelijk over een VMS-systeem, een Vessel Monitoring System, een systeem waarbij de boten worden gemonitord en gevolgd via satelliet. Dat is dus niet het geval bij illegale boten die met kopiedocumenten rondvaren. Die een bootnaam gekopieerd hebben en die daar illegale bezig zijn, doen ze voor als een Surinaams boot. Want daar kijkt die Fransman naar. Maar die is voor ons niet zichtbaar. Alle industriële boten hebben dat reeds. Artisanale visserij, nog niet boten, niet alle boten hebben dat. Je hebt sommige bedrijven of booteigenaren, maar daar heb ik het nu over de Venezolaanse boten. Die maken bezwaren. En we hebben gisteren nog besproken met mijn collega van Bibbes. De visserijovereenkomst met Venezuela is al langer dan 10 jaar niet verlengd. In de nieuwe overeenkomst wordt opgenomen dat de boten allemaal verplicht een VMS-systeem moeten hebben, zodat alle Surinaamse boten zichtbaar zijn. Seudien zei woensdag tijdens de RVM het vrijmaken van fondsen voor de kustwacht te bespreken, opdat die boten weer in staat worden gesteld om te patrouilleren.